veiligste boot van de hele wereld, toch, Piet? Dat vind ik wel. Bubbe Okkels vindt van niet. Oh. Maar ja. Ik doe alles nu al hier liggend in Nederland, doe ik alles met zonne-energie. Hoeveel zonnepanelen hebben we? Dat is 1. Dat is 2. En aan de andere kant, dus 4. En dan hebben we... Dan kan ik mijn radio opdraaien, mijn instrumenten opdraaien, ik kan mijn koelkasten mee aanzetten, alles. Dus je bent totaal onafhankelijk? Ja. Je moet ook leren met stroom om te gaan. Als ik lees heb ik 1 lampje aan. Ik heb een cd'tje draaien of een muziekje. Instrumenten gebruiken weinig. Wat gebruikt het meeste? Dat is de automatische piloot. Oh ja. Vandaar dat ik er dus 2 bij heb gezet. Ik had er eerst 2 en nu 4. Wat is dit? Hier zit ook een zonnepaneel in. Zonne-energie verwarmt de lucht. Dan draait hij een ventilator aan en hij blaast dus warme, droge lucht naar binnen. Zullen we even binnen kijken? Ja. Er zit je telefoon, dus dan kan je gewoon lekker bellen. Kijk, iedereen die mij probeert te bellen, die het nummer zou weten en die zou beginnen met Henk, hoe is het bij je? Die komt in de spam-map. Waarmee mag je jou wel bellen dan? Met belangrijke dingen. Wat is een belangrijk ding dan? Henk, we hebben een artikel van je nodig met een paar nieuwe foto's. Oké, werk! Ja, dat soort dingen. Zodat Henk nog langer weg kan blijven. Heb je al rondgelopen in de hoerenbuurt van Mar del Plata? Oh. Nee, als geintje. Maar ik doe dat soort dingen. Die staat straks de hele dag bij en daar kan ik een mailtje op krijgen. Maar niet beginnen met, hallo Henk, het is hier mooi weer, het begint nu te vriezen. Paulusma die zegt dat jij wind krijgt als ze zo beginnen. Kijk, hup, ik heb een luik gemaakt als dit schip op zijn kop gaat. En dat kan gebeuren? Waarschijnlijk niet, maar kan gebeuren. Mm-hmm. Als je erin zit, ja, als je over de kop komt, niet meer recht overeind. Als je erin zit, is er niks in de weg, want dit schip blijft drijven. Maar stel dat ik met slecht weer buiten ben en ik word gelanceerd en die boot gaat over de kop, dan moet ik een manier hebben, want hier ben je relatief veilig en relatief warm. En je eten en je drinken is hier. Dan moet ik een manier hebben en ik kan van buiten open dat ik er weer, hup, erin kan. Aha. Dus je kan er van buiten openen? Ik kan van buiten ook open. Ze noemen het dan eigenlijk een escape hatch, maar ik noem het een inscape hatch. Ja. Heb je er vaak over nagedacht dat het kan gebeuren? Het is mij 1 keer overkomen. Ja, precies. In 1988. Sindsdien denk ik er niet vaak aan. Maar om dit te maken heb ik een kleine jaar gedacht, zal ik het nu doen of zal ik het niet doen? Ik ben hier aangekomen, ik zeg tegen Martijn, dus jongen die werk voor me doet. Martijn, ik wil er een luik in hebben. Ja, een inscape luik. Ja, een inscape luik. Heel goed. Weet je wat mijn devies is? Nou? Altijd droge voeten houden. Ja, hier. By myself, I'm leaving. By myself, my shower. And in the morning rain, I'm gonna survive. I'm gonna survive.